En over Musaf. Er komt trouwens over, over bijna een dag komt er trouwens ook een hele tante Agadot aan. Maar goed, dat zit in een goed vat. Nou is het zo dat we hebben het vorige week al gehad over plak haminge. Ja, die term is bekend. Plak haminge. Ja, nee, niet zo maken met een plakje kaas. Maar, ja, kijk, maar wat wel. Nou, dat wil ik niet zeggen. Maar wat is dat wel? Wij, nou, minge zeggen wij in de middag. Dat is vrij duidelijk. De tijd van minge begint een half uur. Een zuiver half uur na het midden van de dag. Is interessant ook dat in eind november is dat zelfs voor 1 uur nog een beetje nu. Omdat het gewoon, dat is heel interessant, gewoon, zo werkt gewoon de natuur. Namelijk, de vroegste nacht is ergens half december, iets van 11, 12, 13 december. En dan begint het alweer later donker te worden. Ja? Dus wordt de dag al langer. Dus begint later donker te worden. En van de week is het alweer zonsondergang om 5 uur. Maar de laatste ochtend is veel later. Die is pas op 1 januari. Er zit dus een gap in van bijna van 2,5 tot 3 weken. En wat doet dat nou? Dat doet het volgende. Dat zodra dus... omdat dus het al veel eerder later donker wordt dan het eerder licht begint te worden, heeft dat tot consequentie dat het midden van de dag dan ook een beetje naar de middag toe opschuift. Ja? Want als het dus op een gegeven moment al 20 minuten later donker wordt, maar het blijft nog op hetzelfde moment licht worden, dan is het de helft van de dag wat later. Dat is er een reden van. En nu is het ongeveer, is het tijd, voedseltijd verminderd ongeveer al 20:20. En die uiteindelijk gaat naar... Gatzot blijft tot 12 uur. Nee, Gatzot, de halakische Gatzot is nu vlak voor 1 uur. Het verschuift gewoon. Ja, oké. Okay. Nou, dat is dus, dat is minder. En nou zijn er twee halakische tijden in die middag. Eigenlijk drie. Je hebt dus namelijk... Dat heet dus Mincha Gedola, de grote minge. Dat wil zeggen, dat is op dat half uur na Gatzot. Dan kun je minge dabbelen. Ja, je hebt dus, dat heb je hier niet, maar bijvoorbeeld in Manchester, waar een mogelijk naartoe gaat, daar heb je bijvoorbeeld in de Magzika Das, er zijn doorloop miljoenen, maar daar is het eerste minge met zijn man minge gedouwen. Dat is daar nog vroeger dan hier, dat is iets van 12:30, denk ik, rond die klok. Ja, dat is minge gedouwen. Goed, dan heb je een tweede moment, dat is plak haminge. Ja, dat is plak haminge gedouwen. Dat is op 9,5 daguur. 9,5 daguur. Ja, en dan is het dus nog van 9,5 tot 12, dat is nog een keer 2,5 uur. Die tijd wordt nog een keer opgesplitst in plak, is de helft van de minge. En dat is dan minge ketanne. En dat is vanaf 9,5 uur tot het einde van de dag. En dat wordt in nog een keer 2 gesplitst. En dat is op 1 1/4 uur voor het einde van de dag. Is dan de plak haminge waar wij het over hebben. En speciaal in relatie tot Shabbos in de zomer. Ja? Dus, en als u dus in de luach kijkt. En dan ziet u dus dat in het midden van de zomer. Dan is het dus 5:30 Shabbos. Ja? Dan is dat dus die plak haminge van die minge ketanne. Nou is het zo dat de vraag. De minge die je davent, die kan je dus davenen tot plakken minge? Nee, nou is het zo. Nee, dat is nog een tweede punt. Goed, dat is de vraag. Nou is het zo dat er zijn een paar puntjes hier. Dan is er nog iets. Namelijk dat wij proberen altijd minge te dammen voor skio, voor zonsondergang. Waarom? Naar zonsondergang, dat is inderdaad
Dat is een halachisch twijfelgebied of het dag is of het al nacht is. Ja, dat is één. Maar er is een tweede, dat is dit. Dat is dus het machlok, het meest verschil tussen Rabbi Yehuda en Chachamim. Rabbi Yehuda zei namelijk, je davent minge tot aanplakken minge. En dan is het tijd van Marig. En Chachamim zeggen, nee, je kunt minge davent tot het einde van de dag. En dan begint de tijd van Marig. Ja? Dat is het meest verschil. En daar gaan we nog uitgebreid over hebben. En dat het dag bij ons is zonsondergang. Dat is in deze in feite zonsondergang. Ja, dat wil ik even zo aanhouden. Nu heeft de Gemore een vraag. Dat hebben we gekomen. Dat is ongeveer op 10 regels voor het einde van de Omoed hier. Op gaat wel om het wijs. Je moet trouwens vandaag om 10:50 weg. Oh, ja? Ja. Nou is het zo. De Gemore, wat? We beginnen wat later dan moet je. Ja, dan is het ook tijd voor een extra stukje cake voor jullie. Ja, stel gewoon de volgende vraag. We hebben dus nu, tot nu toe in deze introductie, gaat over twee soorten plakkaminger. Namelijk de plakkaminger van de grootte, van de hele middag, die hele middag gespreid, van de hele lange middag. En de plakkaminger van dat kleine stukje minder. Ja, wat heb ik gezegd? Je kunt minger dammen om een half uur naar zons, een half uur naar het midden van de dag. Dan heb je dus zman minger. Dat stukje kun je in tweeën splitsen. En je kunt natuurlijk ook het stukje mingers splitsen vanaf die plakkaminger. En dat is dus van 9,5 uur. Dan is de vraag het volgende. Rabbi Yehuda heeft gezegd, ik kan dus minger dammen tot de plakkaminger. Dan is de vraag. Dus welke plakkaminger heeft hij bedoeld? Bedoelt hij mee de eerste plakkaminger of de tweede plakkaminger? Ja? En praktisch gezien zou het betekenen, vandaag in Nederland, is dat dan dus een uur of drie of voor het tegen vierde? Ja. Dat is een vraag hier. En dat stukje wat we nu gaan bekijken, dat begint dus met Iboyeluhu. Er staat twee keer onderaan de omoed. Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De negende regel voor het einde van de amoed. En u weet, Iboyelehu. Ja, dat is een informatieve vraag. Dr. Hausdorff, ja, die is nu al nog wel bekend. Ja, die heeft een boekje gepubliceerd. Le Maan Jeroets. Klein boekje. Maar die heeft ook een boekje gepubliceerd, die Manje Roets. Toen ik les had van Rav Droekers, heb ik die woordenlijstjes moeten leren. Le Manje Roets, opdat hij zal rennen. En dat had dus als bedoeling eigenlijk om mensen, ja, die beginnen de Gemoren te leren, om de basiswoordjes van de Gemoren een beetje bij te brengen. Ja? Dat weet ik ook nog. En ik heb ook een tijd met Dov Houser geleerd toen die hier woonde. Ja, dat is lichtjaar geleden. Ja, er zijn bijvoorbeeld, dat weet ik nog, heb ik moeten leren, zijn vier woorden. Hogo, heige, hoogie, heigie. Ja, dat is helemaal... Hij kijkt zo. Hogo, heige, hoogie, heigie. Ja, en dat weet ik nog van doen. Dat is 50 jaar geleden. Hogo is hier, heige is waar. Hogi is zo, en heige is hoe. Toen was hij nog kind. Toen is hij middelbare school. Middelbare school was geen kind. Maar dat is essentieel. Want dat klinkt natuurlijk een beetje ludiek. Maar dat helpt je. Als je dit soort basismoordjes kent, dan gaat de moordeer veel sneller. Ja? Is dus Iboyelehu wil zeggen een informatieve vraag. En dat is heel belangrijk, want dan weet je het, als je dat woordje ziet en je weet wat dat betekent, dan weet je ook wat je kunt gaan verwachten. Zoals ook bij die Hoge Heigie-serie. Ja, als je dat woordje ziet, dan weet je ook waar de Gemora naartoe gaat. Ja, dat is belangrijk in zo'n discussie. Iboyelehu. Stelt de Gemora de volgende vraag. Rabbi Yehuda, die dus heeft over die plakminge, heeft hij het over plakaminge kamar, heeft hij het over de eerste plakaminge, die vroege plakaminge, of plakaminge agrona kamar, of heeft hij het over de latere plakaminge? Ja.
En dan brengt de Gemara Tashema. Tashema, dat is, daarmee duidt de Gemara altijd aan. Ja, dat er een breita aankomt. Tashema, kom maar horen. De Tanya. Er staat in breita. Wat zegt hij? Wat staat in die breita? Gaan we kijken. Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda Omer. Breken we breita. Rabbi Yehuda Omer zegt. Plak hamincha achrona. Het is die laatste plak hamincha. Ambro. Behin. En dat is. Yud alef sha'ot. 11 dag uur. Chaser revia. Minder dan een kwart. Minder, dus 11 uur min een kwartier. Stelt u maar, komt u maar op de volgende vraag. Ja. En dat is een beetje, dat is heel interessant. Dat nemen, laten we zeggen, te hebben tjoefte de rabioos beganina. Ja. Wat zien we hier nou? En dit is dus helemaal gerelateerd aan de korbanot. Dat heeft... Kijk, als je dus... Rabbi Yosef Ganine heeft dus gezegd... De tfilot komen van de avot. Van de aartsvaders. Dan zegt ik mooi het volgende. Dat ik heb een probleem nu met Rabbi Yosef Ganine. Wat is dat? Want ik zie dus nu... Dat wordt gerelateerd aan de tijd van de korbanot. En hoe legt hij dat uit? Amalacha Rabbi Yosef Ganine. Rabbi Yosef Ganine zegt dus. Leolam zeg ik. Emelcha zeg ik tegen jou. Tfilat avot ik noem. De avot hebben de tfilat ingesteld. Ja. Maar als beginu Rabbanan akabanot. Rabbanan hebben dat daarna gerelateerd aan de offers. Die lotemehagi. Als je niet zegt. Tfilat musaf. Het musafbewet. Le Rabbi Yosef Ganine. Van zijn wijze van Ganine. Maat ik na. Die heeft het ingesteld. Dan moet je dus zeggen, en tfilot avot ik noem. Ja, dus de tfilot hebben de avot ingesteld. Dat is Meghino, Rabbanan, Akbanot en de Chachamim hebben het dus gerelateerd aan de offers. En dat wil zeggen, wat dus inhoudt is het volgende. Rabbi Yosef Ganine, die zegt dus allebei. Dus de tfilot hebben en een bron in de korbanot en in de avot. En volgens de Rabbi Yosef ben Leivi is het allemaal afhankelijk van de offers. En nou is natuurlijk de vraag het volgende, want we hebben namelijk in die breita van Yosef ben Leivi, daar hebben we allemaal verwijzingen gehad ook naar het filot. Nou is het dus zo dat de issue die hier dus speelt is het volgende. Is dat inderdaad hebben avot gedavend. Daar hebben we het vorige week al even over gehad. Die hebben gedavend. Alleen de vraag is dus, is dat, hebben zij gezegd, ik ga davenen. Waarom zei ik ga ochtends davenen. Jitzchak zei, ik ga smiddags davenen. Ja, ik heeft het s'avonds gedavend. En was dat iets wat zij dat privé deden? Ja. Of hadden ze daar ergens ook mee de bedoeling om iets aan te reiken aan hun nazaten voor alle geslachten? Ja, en dat is, ja, op die manier kun je het dus uitleggen. Ja, dat hoeft niet per se te zijn. Rabbi Yosef ben Levi zegt, ik heb niks met die avot te maken. Ja, dat kan zijn dat hij dat ook respecteert. Alleen kan hij zeggen, daaruit vloeit geen verplichting voor ons op de dag. Dat is wat slaap. Het zou logisch zijn, want we hadden nog geen touwen. Ja, precies. Precies, dat was volgens mij... Voor Matan Torah, daar heb je helemaal gelijk. Kijk, want u weet dat de... Dus het is ook een uitdrukking, uitspraak en gezel, dat Avraham Avinu kiyem kol haTorah kula. Avraham Avinu heeft de hele Torah gehouden. Ja? Zelfs Eruv Tafsilin. Ja. Dat is een uitspraak en gezel. Dus maar dat verplicht ons niet. Ja? Wij hebben pas de verplichting gekregen van al die mitzvot op de berg Sinai. En daarvoor, dat was dan zoals het heet, dan een halachische term, kemische eno mitzuve ve'ose. Ja, degene die dus, die hebt dus die geen verplichting niet, maar je doet het toch.
Ja, en dat is eigenlijk een van de vragen die wordt gesteld, dat als het inderdaad zo is dat Avraham Avinu de hele Torah hield, dan moest Avraham Avinu ook hebben geweten van Mitzvah van Bris Mila. Waarom heeft het dan niet eerder gedaan? Dat is omdat hij heeft gewacht tot Kodesh Boog hem persoonlijk die Mitzvah gaf. Pas toen hij dat heeft gekregen, heeft hij dat gedaan. Is that clear? Mm-hmm. Oké. Als je het davenen verbindt met de schieten, met de offers. Ja. Dan heb je een probleem, want 's nachts werd er niet geofferd. Hoe kom je dan naar Maariv? Excellent question. Ja. We hebben vorige week behandeld. Oh. Maar goed dat je dat vraagt. Terecht dat je dat vraagt. 'S nachts. Kijk, het werden als offers gebracht. Het lukt niet om alles te verbranden. Ja? En dat werd 's nachts gedaan. Dat werd 's nachts gedaan. En dan begon dus de avodah in de Beit HaMikdash volgende dag met Trumat Hadeshen. Dan werd dus alle verkoolde resten, die werden dus weggehaald. Werd het altaar opgeruimd en schoongemaakt voor de volgende dag. Voor de avodah van de volgende dag. Yes, maar prima dat je het vraagt, want dat is een logische vraag. Ja. Goed, dan gaan we weer verder. Nu komt er een zoekje aan. Daar heb je, dat is een shakarataya, give and take van de geboren. En kan het af en toe een beetje moeilijk worden om de lijn van de geboren hier te volgen, maar we gaan ons best doen. Mm-hmm. Ja, we gaan ons best doen. Het is niet zo heel lang, niet zo heel lang. De geboren gaan nu het volgende vraag stellen. Namelijk, we hebben het, en dat is een iets andere lees, zal ik zeggen, dan wat we eerder hebben gehad. Namelijk, we hebben net gevraagd, dus is dus die eerste plak een min of de tweede plak een min? Ik hoor gezegd, nee, de bedoeling is dus, ja, de bedoeling is dus de tweede plak een min. Nou gaat ik morgen iets volgens vragen. Namelijk, als, dat heb je vaak in hand. Als ik zeg, ik heb een bespreking en die duurt vanaf 3 uur tot 5 uur. Ja? Ja. Bedoel je daarmee dat die is voor 5 uur afgelopen of is die tot en met 5 uur? Ja? De vraag is altijd ja, of je hebt het over in de jeugdvereniging. Ja, dan zeggen alle kinderen van 9 tot 11, ja, die kunnen daar meedoen. Is de vraag dan, is dat, ja, voelen we ons weer een beetje jong, Paul. Ja, is dat een bedoeling? Is daarmee, ja, je hebt kleinkinderen in de leeftijd, ik ook. Ja, is dat een bedoeling tot 11 of tot en met 11? Ja, toch ook in de leeftijd. Die leeftijd, tot 9 tot 11. Ik heb gewoon nog eentje die in die leeftijd is. Ja, nog één jongetje. Die wordt volgende week 12. Oh nee, okay. Die is nog 11. Oké, precies. Dat is best veel bijvoorbeeld met leeftijd. Ja, is het dus tot en met? Goed, dat is een klein vraagje. Zet ik morgen volgende. Rabbi Yehuda Omer ad Arba Shaot. Vraag ik morgen, stel ik morgen de volgende vraag. Dus Rabbi Yehuda heeft dus gezegd, Sagit is tot het 4 uur. En de vraag die men nu gaat stellen is, doet hij ermee tot aan het 4 uur of tot en met het 4 uur? Ja, dat is een hele simpele vraag. Meneer Kamp, yes? Oké. Okay. Ja. Simpel, het antwoord minder. Dan gaan we kijken, meneer Kamp. Het antwoord krijg je niet. Gaan we kijken. Oh. Ibayaro, weer een informatieve vraag. Ja, Adbeglal is bedoeling hier dus van het 4 uur tot tot, maar Adbeglal tot en met. Odeel is misschien de bedoeling Ad tot Beladbeglal. Ja, bedoelt hij tot het 4 uur of tot en met het 4 uur?
brengt de Gemore hier een, wil de Gemore bewijs brengen. En brengt, nou, zijn we al, Rabbi Judah twee keer tegengekomen, vriend Paulus. Ja, de eerste keer dat we hem tegenkwamen, dat was dus bij Shacharit. Daar zeiden Chachamim, we kunnen uitslapen, want zolang je maar dat voor gaat zotten, dan is oké. En weer zeiden zij, nee, get up early, want en je moet het voor het vierde dag weer hebben gedaan. Ja? Hoe zit het dan met die vinger leggen? Maar één seconde. En maar we hebben ook gehad Rabbi Judah van die plakkerminge. En daar gaat, daar gaat ik gewoon op in. Nou, vind je leggen, dat, nou, ja, jij hebt een paar weken geleden ook een vraag over gesteld. Over het vroeg het vind je leggen, weet je nog? Ja. Ja, nou heb ik dat morgen. Dat hele vroeg. Waarom? Want ik vlieg dus morgen om 9:55. Met EasyJet naar Manchester. Dus, en... Je mag, tot, je mag vanaf 7:30. Ja, nee, goed. Nou, wil ik niet... Goed, je zou technisch, kan je nog een zakje kunnen gaan in de bijs om 8:00 klaar zijn. Maar dat wordt niet fijn. Dat is niet fijn. Is toch niet gebonden aan een tijd op de dag? Eén seconde, ik ga echt helemaal eens. Ja. Dus, dat is het zo, dat de, jawel, want we hebben dus die tijd, van in de Loro, de vroegste tijd voor Tannis en Tvillin. Ja, de vroegste tijd wel, maar de rest van de dag. Nee, als je die gedaan kun je ook later doen. Ja, zeker, maar precies dan zag ik. Dan is het zo, dat, ik voel er morgen niks voor om 8:00 thuis te komen, dan nog de laatste dingen moeten doen en dan af te rijden naar Schiphol, dat is voor de kracht. Dus wat is nou de allervroegste tijd? Dat is een zoemer van Ramosje Feinstein. Namelijk, dat is gewoon een beetje zaterdag. Ga ik even ook geen zin op Schiphol gaan dammen. Dat vind ik ook niet fijn als ik niet doe. Dus de zaterdag ga ik tegen het volgende. Belangrijk om het te onthouden. Dat je, dan dammen je alles. Je kunt alles dammen naar Alot HaShachar. Alleen zeg je de bracha op Talit en Tfilin dan niet. Die kun je pas zeggen inderdaad. Zeg inderdaad is pas om half acht. Ja, dus wat je dan kan doen is, je kunt dan die hele tvila al beginnen om 7:00, dan ben ik iets van half acht klaar, dan doe ik dan snel talit en tvila in met brogen, dan is het ook nog op Schiphol doen, op de hele dag, zoals je zegt, en dan gaan we naar Schiphol. Ja. Of waar dat je talit en tvila nou aandoet zonder brogen. Ook dat kan. Je kunt het zonder mogen aandoen. Alleen, je kunt nog geen mogen zeggen. Ja. Nee, dat zeker. Want je hebt ook gelijk. Er is een injur om Shema te zeggen met je tvilling aan. Ja. Zeker. Heb je gelijk. Dan had u een vraag. U stelt ook een vraag. Die is min of meer wel. Ja, nu heb je gevraagd hoe laat van de tans tvilling. Ah, ja. Oké. Goed. Ja, dus nog één keer. De Gemara heeft een vraag gesteld. Een lijstje, zo had ja. Rabbi Yehuda, Shachrit tot het 4:00. Wat bedoelt u, meneer Rabbi Yehuda? Wilt u tot het 4:00 of tot en met het 4:00? Very valid question. Nothing wrong about that. Wil de Gemara bewijs brengen van de andere uitspraak die van Rabbi Yehuda die we ook zijn tegengekomen? Namelijk, daar ging het over tijd van mincha. Dat heeft gezegd. Ad plak ha mincha. Dan brengt hem het volgende wijs. Dat is vrij logisch. Ja? De volgende. Daar zegt Rabbi Yehuda dus ad plak ha mincha. Zet hem het volgende. Laten we het even gewoon logisch nadenken. En het is natuurlijk wel zo. Hij is synchroon. Want hij heeft gebruikt dus het woordje ad. En nou, of hij bedoelt letterlijk tot, of hij bedoelt tot en met. Dat is logisch. Jij kunt niet de ene keer zeggen het woordje af betekent tot, andere keer betekent tot en met. Het is of zus of zo. Het is tot. Het is of tot of tot en met. Zit gewoon het volgende. Kijk. We hebben gezegd, dat behoorde zich dus, ik kan minge davenen tot plakken minge. Wat was die plakken minge? Dat was het laatste stukje van die dag. Die laatste
vijf dagkwartieren. Na afloop van die vijf dagkwartieren is de dag voorbij. Ja, en dan ook is het einde van die tijd ook van Sagamin. Als nou de uitleg van het woordje at volgens Rabbi Yehuda is tot en met, dan zegt hij ook, ik kan minchen namelijk tot en met die tijd van Rak HaMincha. Zeg maar, hé. Hey. Dan kom je tot het einde van die Rak HaMincha tijd. Dat is zonsondergang. Dat is ook het moment waarop Gachomim zegt dat Mincha afgelopen is. Yes? Dus, daar moet Rabbi Yehuda wel zeggen dat het woordje at betekent letterlijk tot en niet verder. Dus als dat jongetje van 11 niet mag meedoen, maar het is tot 11. Ja? Is begrijpt de logica? Nog één keer in herhaling. Anders had hij geen genus gebracht. Ja, excellent. Heel goed. Dat is het. Als Rabbi Yehuda zegt, het is tot en met, dan zegt hij nou hetzelfde als wat Chachamim zeggen. Chachamim zeggen tot en met Chachamim, daarna is het helemaal voorbij. Dan zegt hij hetzelfde. Goed zo. Excellent, Jeff. Yes? Maar nog een stukje cake. Ja, zit gewoon het volgende. Ja. Nee. Hij mag nog een stukje zeggen. Nee, hij heeft. Ja. Ik kan zo niet aan. Ja. Ja. Hoeveel we zijn. Het zegt mooi het volgende. Ja. Notashima. Rabbi Yehuda Omer. Hier onderaan op de Amud. Eén laatste regel. Ab Rabbi Yehuda Omer. Ab Plaka Minche. Hij zegt Minche stop Plaka Minche. I Amras als je zegt. Bishlama. Hij bedoelt at tot. Maar belo niet tot en met. Hainu. Dan is het zo. Dat begrijp ik. De Ika. Dat is een meningsverschil. Ben Rabbi Yehuda. Dus Rabbi Yehuda. De Rabbanan Chachamim. Want, dan zegt hij, tot plakkenminnige. Chachamim zegt dan, tot en met plakkenminnige. Dat is eigenlijk een verschil tot en met. Nou, tot en met is inclusief. Dus nog een keer. Als je zegt, tot en met 11 is inclusief 11, dus tot 12. Nou, meneer Kamp, het is heel simpel. Volgens mij. Ja, nee. Het is heel simpel. We hebben al een aantal keer gezegd, er is dus dat laatste stukje van de middag, dat heet dus Plak HaMincha. En dat duurt in de halachische tijdrekening 5 dagkwartier. Goed. En er is een discussie gaande tussen Rabbi Yehuda en Chachamim tot wanneer ik Mincha kan zeggen. Heeft Rabbi Yehuda gezegd tot Plak HaMincha en Chachamim heeft gezegd tot de avond. Oké? Okay? Dat is... Maar daar kun je dan ook weer de vraag stellen. Nee, nee, maar dat... Tot de avond. Nee, dat tot, precies. Tot de dat is ook een gemoor op eind. Precies, dat is het punt van de gemoor. Heel goed gedaan. Ja. Nou, zet gemoor het volgende. Als daar de bedoeling van Yehuda is... tot en met plakken menigen... dan is volgens hem het einde van de tijd van menigen... gewoon bij de avond. Maar, zegt Gemor, dan zegt Rabbi Yehuda en Chachamim daar precies hetzelfde. Dan zegt hij tot en met de plakken minchen. Tot avond. En Chachamim ook. Want na die plakken minchen begint de avond. Hoe houden we rekening ook zelfs dan met de Soda's die ziet? Ja. 5 kwartier vannacht. Nee, wat is je vraag? Dat je niet mag eten meer tot een bepaalde tijd. Nee, dat staat daar los van. Dat is van half. Je moet een half uurtje vannacht een mounts hebben gemaakt. Maar dat heeft daar niets mee te maken. Dat staat er los van. Nee, maar dat staat daar los van. Ja, dat heeft daar geen verband mee. Maar is het duidelijk wat ik moet zeggen? Ja? Dus wij houden rekening met tot en met. Dus daar moet het wel zijn dat de bedoeling van Rabbi Yehuda is tot aan plakken minchen. Want anders zegt hetzelfde van Chachamim alleen op een andere manier. Dan komen ze allebei, de een linksom, de ander rechtsom, uit op hetzelfde moment. En dat mogen
Dat mogen gewoon niet. Nee, nee, maar nee, dat doesn't make sense. Daar heb je geen meningsverschil meer. Ja. Daar heb je geen meningsverschil meer. You won't repeat this. Ja, oké. Zet gewoon. Ja, oké, daar heb ik niks voor. Zet er nog een keer vol. Onderaan de één laatste regel. Tatjana doet mee. Ja. I andres bislomme. Als je zegt. Aad. De bedoeling is. Aad velo ad bichlau. Talk me niet, talk met. Heino, dan is het zo. De ika, dat is een meentersil. Ben Rabbi Yehuda. Le Rabbanan. Elei Amras, als je zegt, aad, tot, we aad beglaal, tot en met, Rabbi Yehuda, dan gaan we nu over naar Gavzijn, met Alef, Heino, Rabbanan, dan zeggen Rabbi Yehuda, Rabbanan hetzelfde. Ik heb het niet zijn. Elemai, moet ik zeggen, aad, we lo aad beglaal, het is dus tot en niet tot en met. Meneer Kamp, are we on the same track? Zijn bovenaan. Hier, de tweede regel gaan we zijn met alles. Dus dat is de conclusie van de Gemore. Nu gaat de Gemore een tweede vraag stellen. Een tweede feit is stellen. Namelijk het volgende. We hebben het gehad over Shachrit, we hebben het gehad over Mincha, over Mariv, maar is dus ook Musa. Normaal zeggen wij natuurlijk Musa op Shabbos op een normaal uur. Ja, we gaan naar Shachrit. Ja, en dan is het... Wie heeft dit eigenlijk bepaald? Want de andere tevreden weten we. Wie heeft Musa... Nee, dat komt gewoon, dat komt rechtstreeks van de Avoda en de Westen. Komt rechtstreeks, ja. Oké. Okay. Yes, als we geen vierheid zijn. Nee, daarom. Zit voor het volgende. Want ook daar vindt Rabbi Yehuda het noodzakelijk om zich in de discussie te mengen hoe lang ik Moussa mag zeggen. Oh ja. En daar zegt hij het volgende. Wat wil ik mooi daar? Er is een... hoe lang kan ik Moussa dan? En daar zien we ook, daar is weer een meningsverschil, namelijk dat Gagamim zegt, ik kan de hele dag Moesaf zeggen. Heel erg Moesaf zeggen. Ja? Het is zelfs zo dat als je laat bent met Moesaf zeggen, moet je eerst minder gedaan. Ja, dat komen we naartoe. En excellent, chef. Ja, excellent, chef. En dat is... Maar Rabu zegt nee, tot het zevende uur. Tot het zevende uur. Ja, dus het zevende daguur. Nou, is dat even gegeven. En normaal is dat helemaal niet zo'n probleem. Want ja, we gaan s'avonds ook naar Soel. En dan zijn we om 11:30, 12:00. Als het heel laat wordt, zijn we klaar met Moesaf. Dan moet de gas om erg trekken. Ja? Dus dan hoe laat je begint. Ook dat klopt. Maar dan hebben we ook... Ja, of 9:30. Wij beginnen om 9:30. Oké, dat maakt niet uit. Dan ben je toch tegen 12:00 wel klaar. Echt 12. Dit zijn die echt goed. Dit is het volgende. Nou, kan het natuurlijk zijn dat iemand ontzettend moe is. Dat gebeurt. De hele week heeft hij 80 uur gewerkt in die week. En vrijdagavond kon je het nog net met moeite kiddus maken en mout maken. En er wordt soep gegeten, kort kippensoep. Daarna is hij onder zeil gegaan. Ja. En die meneer, die is zo moe, die verslaapt zich gigantisch. De vrouw schudt en rammelt, krijgt hem niet wakker. Hij wordt zaterdagmiddag om 4:00 wakker. Wat is met vrijdagavond? Nee, hij heeft nog net een bordje soep gegeten. Okay. Daarna is hij onder zeil gegaan. Ja, onder zeil, we hebben toch een verplichting op vrijdagavond? Ja, nee, hij heeft nog een bordje soep gegeten en kips gemaakt, maar daarna was het voorbij. Ja, en het was niet zo gezellig voor die vrouw, want die is in een eentje naar school geweest. Hij wordt zaterdagmiddag wakker om 4:00. Oké. Okay. Ja, zegt die vrouw, het was toch eens tijd om even iets aan je religieuze verplichtingen te doen. Zegt hij, heb je gelijk. Dan zegt hij, is inmiddels 4:00, voor Zachary is te leid. Dan moet hij dus die boel inhalen. Maar we hebben gehad. Ja, maar dan moet hij dus Minge zeggen en Moesaf. Minge en Moesaf.
Ja, zo in de vraag, als je dat moet inhalen dan, dan moet je dus, wanneer zeg je dan, dan moet je dus 2 keer min gedaan hebben geleerd, dan moet je dus min inhalen, en dan moesaf. En moet je dan, zeg je dan die moesaf naar de eerste min of de tweede min? Maar goed, dat is even, dat is een laagjes fijn proevertje. Daar gaan we nog over hebben, andere keer. Ja, begrijp je de vraag? Ja. Goed, nou is het zo. Dus die meneer, die was al, soms in 4 uur, is nog wat zoenend over, gelukkig. Dus dat valt wel mee, en dat kiekel. Dat is zo. Dan zegt u nee, ik moet nou en moesaf zeggen. En ik moet minge doen. Tweemaal. Ja, en minge. En dat tweede, die inlaam minge, in ons zachtjes. Maar goed, dat is wel even wat even te beschouwen. Dus die meneer, die moet dus 2 dingen doen. Die moet dus moesaf zeggen en minge. Wat doe je dan? Dan zeg je dus, ik ga eerst minge dabbelen. En na minge. Daar ben ik moesaf. Dat heeft natuurlijk te maken met de reden, ja, dat die hebben, komen vaker natuurlijk, dat iets wat al vaker voorkomt, gaat voor iets wat minder vaak voorkomt. Maar dat gaat, de reden gaan we ervan zien. Ja, ras, ja, dat zit nog rustig gedaan. Dus wat gebeurt er dan? Die meneer moet dus 2 dingen daar zeggen. Hij moet en moesaf zeggen en minder. En dan vraag je natuurlijk, wat moet hij eerst doen? En dan soms kan hij de rebbe niet bellen. Ja, dat gaat niet. Dat gaat niet verder, want die rebbe neemt de telefoon niet op. Ja, dus dan moet die, dat zijn dingen die je zelf moet weten. Ja, dan zegt de breite, die meneer moet dus 2 dingen doen, moesaf en minder. Dan zeg je eerst minder, daarna moesaf. Waarom? Ze zoete dira, moet ze in de tira. De ene minge, zeggen we iedere dag van de week, moesaf, is alleen op sabbat en op jontem, met de schouders, dus minder vaak, dus hetgene wat vaker voorkomt, komt eerst. Rabbi Yehuda om, hij zegt nee. Zegt nee. Mit palelse moesaf, ik daven eerst moesaf, we agakak se minga, en daarna minge. Waarom? Ze zo of het. Moesaf, daar heb ik maar beperkt tijd. Of beperkt, is de klok slaags 7 uur, dan is het voorbij. En we zo één of het. En deze, Moesaf kan ik nog later doen. Sorry, ik heb gesproken. Moesaf, die tijd gaat voorbij, want we zijn maar tot 7 uur. Maar minder kan ik nog de hele dag doen. Dan kan ik beter zorgen dat ik die Moesaf heb gedaan. Heb ik dat in mijn broekzak gestopt. Dus kraken kan iedereen meenemen. En minge kan het ook nog later op de dag doen. Yes? Dat is wat je zegt. Hé. Zeg maar het volgende nou. Zeg maar. Laten we nog even dan logisch nadenken. Volgende. Wat is er aan de hand? Rabbi Yehuda heeft gezegd. Ik daven moesaf ad 7 uur. Tot 7 uur. Hé. Hey. Ik dacht ook of het zomer of winter is. Tot het 7e uur. Dat is het volgende. Is het volgende. Winter, weet je wat. Namelijk, als hij dus zegt, ad sevasos, tot het 7e uur, ja, dat wil zeggen, tot, als ik zeg, de bedoeling van ad is tot, en dat hebben we eigenlijk net al gezegd, dan zegt hij dus, tot aan het 7e uur. Zeggen, tot en met het 6e uur. En hij zegt gewoon, dan is de tijd van minge nog niet aangebroken. Ja, want minge is pas in het 7e uur. Dus zegt gewoon het volgende. Rabbi Yehuda die is geconfronteerd met die langslapen, die uitslapen. Die heeft dus 2 dingen te zeggen. Minge en moesa. Dat gebeurt. Dan moet het wel technisch mogelijk zijn. Maar zegt hij gewoon, als het volgens Rabbi Yehuda zo is, dat ik kan alleen maar moesaf zeggen tot aan het 7e uur, maar nooit in het 7e uur, dan is er geen situatie, denk maar, waarin ik word geconfronteerd volgens Rabbi Yehuda met een minge en moesaf tegelijkertijd. Waarom? Want het moesaf is alleen maar tot aan het 7e uur, dan is het feestje voorbij. En minge begint pas in het 7e uur. Dus die kunnen nooit samengaan. Dus van hier moet Rabbi Yehuda wel hebben gezegd tot en met. En dan heb je dus, en zijn dus die 2 bronnen met elkaar in tegenspraak.
Geef ik? Ik heb een vraag. Ja. Wij hebben alle uren zo precies, omdat Ja. we vandaag horloges hebben. Ja. Hoe deden ze dat vroeger? Zon, aan de zonnestand. Ze hebben toch niet precies op de 5 minuten ervoor of 5 minuten daarna? Nee, maar inderdaad, niet iedereen had het even precies. Ja, maar ik denk ook dat mensen waren er natuurlijk veel meer op gericht om precies met die zon om te gaan. Voor ons maakt niks uit of die zon zo staat of zo staat of zo staat. Wij hebben gewoon onze horloge even klaar. Maar als jij weet dat je enige manier waarop jij enig idee hebt over die tijd is de stand van de zon en de hemel, dan let je daar heel goed op hoe die zon staat en waar die is. En hou je dat heel goed in de gaten. De daguren die waar jij het over hebt, zijn niet de uren die wij hebben. Nee, het klopt. Nee, klopt. Maar mensen hebben zich dus waarschijnlijk vroeger aangeleerd dat precies naar die zonstand te kijken en die loop van die zon en dat dan ook dat denkbeeld in stukjes in te delen. Maar inderdaad, het kon niet zo precies als vroeger. Ja? Heel ander voorbeeld. Ik vond ook wel dat het niet zo precies als vandaag. Wat? Bij die uren kloppen niet. Wat ja, wij op onze horloge zetten, ja, om een heel voorbeeld, te geven. We gaan dit volgende week nog een keer bekijken. Volgende week, Blineuren. Ja. Nou, om een voorbeeld te geven. Tegenwoordig heb je dus, we hebben al gehad in het begin van de gezegden, dat het mooiste is om dus, zag ik te zeggen, met zonsopkomst. Ja? Tegenwoordig heb je apps, dan staat het tot op de seconde. Ja, het is nu al ietsje vroeger. Ja, 8 uur 48 en 30 seconden. Nou, dat kun je precies nemen. Ja, beste mensen. Vroeger, als het bewolkt was, dan had je geen idee. Dan kun je het alleen maar bij benadering zeggen, het moet nu zo zijn. Ja, dan had je vanaf hoe bewolkt het was. Ja, als het een beetje licht was, dan had je idee dat de zon kwam. Als het bewolkt was, no one knew. Oké. Even resumeren, wat we dus hebben gezien is, er is dus, en daar gaan we volgende keer nog een keer mee verder, er zijn dus, er is één bron van Ramude waaruit blijkt dat hij zegt het moet tot zijn, een tweede bron van Ramude waaruit blijkt dat we zijn tot en met, en die tweede bronnen zijn met elkaar in tegenspraak, en we gaan zien volgende week hoe de Ramude dat oplost. Oh, nice. I wish you a great day and a happy week. Gaan we zo doen. Miss pleasure. Ja. Okay. Nou, even pauze. Het is nog genoeg. Ja, nou goed. Die bewaren we wel voor woensdag. Behalve die dan. Mag ik jullie bemorgen? Dan wacht ik. Ik heb hem nog niet voorbij zien rijden. Dus